presentatie van Janine Smeits bijgewoond? Mm-hmm. Ja. Nee, nog niet. Ja, want daar ga ik het niet meer over hebben, hè. Dus dat is een aanleiding. Wat zeg je? Die presentatie van Janine Smeits? Ja. Dat weet ik niet. Maar ja, goed, kijk. Aanleiding van deze bijeenkomst is dat jullie niet meer zelfstandig kunnen inschrijven voor onderwijs, kindersiers. Nou, dat hebben jullie in het verleden wel gedaan. Hè? En dat van jullie nu verwacht wordt dat jullie een studieplan opstellen. En dat is eigenlijk niks nieuws, want in de oer staat dat elke student een studieplan moet opstellen, jaarlijks. De oer is onderwijs en examenregeling, het staat daar in de presentatie goed. Dat is eigenlijk de aanleiding, en daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Het gaat, deze bijeenkomst is veel meer bedoeld van, ja, hoe stel je nou zo'n studieplan op? En te voorkomen dat jullie massaal naar de studieloopbaanbegeleider stappen om te vragen van hoe dat moet. Dat idee heeft meer dan 300 studenten. En als meer dan, of ja, nou niet iedereen zal dat doen, maar als er 200-300 studenten... Hoi. Hoi. Kom maar een beetje vooraan zitten, dat praat nog makkelijk, dan kun je ook de inhoud van de slides leggen. Kijk, als... de meerderheid niet precies weet, ja, hoe pak je dat nou aan, waar moet ik nou rekening mee houden, welke documenten heb ik dan nou eigenlijk bij nodig en welke strategie moet ik daarbij hanteren. Nou, als je dat niet weet en je stapt naar je studieloopbaanbegeleider, dan verzuikt de studieloopbaanbegeleidster op. Dus ik laat nou gewoon zien wat er eigenlijk voor jullie verwacht wordt, welke documenten je nodig hebt, hoe je dat het beste kunt aanpakken. En de bedoeling is dat je uiterlijk vandaag om 4 uur... Ja, maar het is allemaal niet zo ingewikkeld, dat valt best wel mee. Je moet gewoon aangeven, nou, welke 15 credits wil jij nou het komende blok, hè, of kwartaal moet ik eigenlijk zeggen, wil jij gaan studeren. Dat is als noodscenario eigenlijk, omdat het redelijk snel is ingevoerd. En een beleid, later tijdstip, moet je aangeven hoe je het voorjaarssemester, dus die andere 2 kwartalen vanaf februari, hoe jij die denkt in te vullen, wat je daarin gaat studeren. En dat overleg je dan aan de studieloopbaanbegeleider, de studieloopbaanbegeleidster. En als er een verstandig plan is, nou, dan wordt dat gewoon uitgevoerd. Wil dat niet zeggen dat je zo'n plan onderweg moet natuurlijk aanpassen. Hè, want als je op enig moment een planning maakt voor een heel jaar, kan er lopende dat jaar van alles onderweg anders lopen dan dat je gedacht had. Nou, dan moet je plannen bijstellen, maar daarom is het ook een plan. Hè, dus het is helemaal niet dat dat nou dichtgetimmeld is en dat je dan geen kant meer uitkomt. Maar er zitten eigenlijk 2 kanten aan die zaak. Jij moet eigenlijk een goed beeld hebben van wat jij het komend jaar gaat studeren. En op basis van jouw plan kunnen wij onderwijs goed inplannen. Dan weten wij ook van, oh, de komende wijze van spreken 25 of 100 studenten op een bepaalde module af. Nou, daar hebben we een bepaalde capaciteit voor nodig. Moeten we lokalen voor reserveren, moeten we docenten aankoppelen. Nou, dat willen we veel beter in de vingers krijgen. En dat is op dit moment niet. Dus dat is eigenlijk de hele reden dat we dit gaan doen. Veel op te zien in Osiris. Zeg je? Veel op te zien in Osiris. Nou, nee, de problematiek was, en is nog steeds zo, dat studenten voor veel meer onderwijs inschrijven dan waaraan ze deelnemen. Dus normaal gesproken verwachten we dat iedereen voor een kwartaal 15 studiepunten opneemt. Hè? 15 EC's, maar dat is je nominale studieklas. Van een paar jaar neem je er al 60 op. De praktijk wijst uit dat heel veel studenten boven de 20 credits inschrijven. En dan blijkt dat ze helemaal niet aan die boven de 20 credits deelnemen, hè, maar dat ze dan bijvoorbeeld inderdaad wel die nominale studielast van 15 opnemen. En die andere credits doen ze gewoon niet. Dus, nou, dat betekent dat wij dan heel moeilijk kunnen plannen. Dan rekenen wij bijvoorbeeld op 90 studenten, komen er maar 40. Dus heel dom gezegd, je schrijft je vak op een papiertje en daar moet je jezelf aan houden. Ja, ja, precies. En goed, het misverstand bestond ook al, dat gezegd werd van, ik
Ik zal dadelijk ook zeggen van schrijf nou bij voorkeur 15 voor 15 credits in. Want dat is gewoon je nominale studiebelasting. Daar heb je je handen aan vol. Een hbo-opleiding is een fulltime baan. Als je inschrijft voor 15 credits, heb je in principe een werklast van 40 uur per week. Nou, dat is al fout. We weten ook dat iedereen wel wat erbij doet en een privéleven. Dus 15 credits is best een behoorlijke studielast. Dus ik zal in ieder geval promoten dat je voor 15 inschrijft. Maar als jij hebt laten zien dat jij de studie makkelijk af kunt en dat jij gemiddeld 18 of 21 credits aan kan, en dat blijkt dan ook bij de CIRES, want dat kunnen we gewoon zien wat jij er de vorige keer van gebakken hebt en aan de andere kwartalen. Als jij laat zien dat jij die hogere studielast aan kan, dan zal een studieloopbaanbegeleider dat niet blokkeren. Maar als jij bijvoorbeeld gemiddeld een resultaat scoort van 9 credits per kwartaal en je schrijft er voor 18 in, dan zal een studieloopbaanbegeleider zeggen van oh, dat lijkt me niet echt realistisch, leg dat eens uit. Ja, dus je moet dat wel met gevoel doen. Even kijken. Dus de aanleiding, hè, dus waarom we nou naar dit nieuwe systeem zijn overgestapt, daar ga ik het nog niet over hebben, dat heeft Janine uitgelegd. Waar ik het nou over ga hebben, van nou gegeven het feit dat je nou een studiepad moet opstellen, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Het is een nadeel niet van dit, als 300 studenten op een blaadje van inleveren, dat gegarandeerd fout gaat bij een aantal studenten. Als jij met 300 man allemaal een blaadje gaat inleveren, dan weet je eigenlijk wel zeker dat er heel veel menselijke fouten tussen gaan komen. Waarom? Nou, nee, de bedoeling is, kijk, nu voeren we het in op het moment dat niet het reguliere moment is en niet het reguliere tijdstip is. Daarom hoef je het nou ook vandaag alleen maar je keuzes kenbaar te maken voor het komende blok. Maar vanaf het volgende studiejaar, en dat is niet alleen binnen onze faculteit, maar dat is binnen heel Zuid, dat is eigenlijk landelijk. Want kijk, nu, ik weet niet in welke studiefase jullie precies zitten, maar op het moment dat je verder in de studie komt, kun je ook kiezen voor onderwijs dat aangeboden wordt buiten deze hogeschool. Dat zijn minoren. Iedereen heeft in zijn examenprogramma een ruimte, een vrije studieruimte van 15 EC's. En als jij het interessant vindt om bijvoorbeeld een module te gaan volgen op de Hogeschool van Amsterdam, of ergens in Utrecht, of zelfs in het buitenland, dan kan dat. Maar ja, je zult ook op enig moment die keuze kenbaar moeten maken. Je zult ook moeten aangeven van luister, ik wil in Amsterdam een minor huppeltepup gaan volgen. Dat kun je niet last minute doen. Nee, dat moet allemaal voor 15 mei volgens mij. Maar daar kun je juist de SLD-gesprekken inplannen. Ik denk als je alles op papier gaat zetten, dan ik ga deze vakken volgen en ik vertrouw dan erop dat het goed ingevoerd gaat worden in de CIRES. Ja, nou, maar die SLD-docent of docenten gaat dat niet zelf invoeren in de CIRES. Dat wordt allemaal geaggregeerd. Dus alle studieplannen van studenten, die worden doorgestuurd naar bureau onderwijs en bureau onderwijs schrijft ze in. En dat is niet iets wat nieuw is, bijvoorbeeld de opleiding IM doet dat al. Maar goed, als er mensen tussen zitten, kunnen er altijd fouten gemaakt worden. Je kunt zelfs ook fouten maken met inschrijven dat je verkeerde module kiest. Op het moment dat er fouten gemaakt worden en je hebt een studieplan op papier liggen en je ziet inderdaad dat er verschil is tussen wat jij van plan was en waar je voor bent ingeschreven, dan wordt dat weggetrokken. Dat zie je dan zelf ook, want je ziet inderdaad op enig moment in hoe zie je voor welke modules je bent ingeschreven. En als het dan niet overeenkomt met jouw plannen, ja, dan wordt het een plek in de bel en dan wordt dat weggetrokken. Dus je moet het ook niet echt zien als een harnas en dat we je ergens aan willen binden en dat het heel stug en stap is. Het is veel meer van jullie kant dat je goed nadenkt, komend jaar wat ga ik allemaal doen. En bijvoorbeeld heb je er nou wel zicht op dat je op stage gaat, of dat je moet gaan afstuderen. Nou, als je dat wilt gaan doen, wat zijn dan de ingangseisen? Mag je überhaupt gaan afstuderen? Hoe studiepunten moet je dan hebben? Moet je bepaalde modules verplicht gevolgd hebben als voorbereiding? Daar moet je over nagedacht hebben. Nou, daar is helemaal niks mis mee natuurlijk. En op het moment dat je erover nagedacht hebt en je reikt ons dat plan aan, kunnen wij je netjes inplannen in dat onderwijs en dan weten wij ook hoeveel docenten en lokalen we daar nodig hebben. Dus het is gewoon een jaar vooruitkijken. En niet met het idee van we pinnen je daar vast, want als het onderweg anders loopt dan gepland, ja, moet er wat bijgesteld. Daar is ook studieloopbaanbegeleider voor en daar is ook een plan. Die studieloopbaanbegeleider is heel erg vol bij aan idee. Daarom hebben we extra ondersteuning en daar zit zij al. Chris Stuschen, die gaat Karen per gisteren eigenlijk al, maar goed, zeg maar per na de herfstvakantie. Gaat ze elkaar ondersteunen en dat is voor een dag in de week, hè? Heb ik begrepen.
Dus het feit dat je bijvoorbeeld nou zou moeten wachten, over een paar weken moeten wachten voor een SLB-gesprek, dat gaat wel niet meer. Oké, maar goed. Nou, Chris is er ook gedurende één dag in de week en zal jullie ook zoveel mogelijk proberen. Ik ben meer dagen per week beschikbaar, maar verschillende uur. Maar goed, dat communiceer je wel naar de studenten toe dan. Nog meer vragen vooraf, anders begin ik gewoon aan het verhaal en dan kijken we wat nou de beste aanpak is. Als je nou tussendoor vragen hebt, stel ze maar, want dit is eigenlijk veel makkelijker. Hè, dat hoef je niet door de tijd te wachten, dan kunnen we de problematiek meteen aankaarten. Nou, die aanleiding dat dat in de OER vast ligt, is onderwijs- en examenregeling, nou, dat heb ik al gezegd. OER is eigenlijk een heel belangrijk document, daar ligt alles met betrekking tot examens faciliteiten en waar je aanspraak op kunt maken, ligt daar dan vast. Ik weet niet of je documenten überhaupt kent. Dat ook, uiteindelijk staat de faculteitsdirecteur erachter en die is daar ook verantwoordelijk voor. Daar kun je altijd op terugvallen als je denkt dat er iets niet in orde is met examens en met onderwijs. Maar goed, onder andere in die OER staat dat elke student verplicht is om een studieplan op te stellen jaarlijks. In feite is dat niks nieuws, maar we hebben daar eigenlijk niet eerder mee gewerkt. Nou, dus wat is dat nou, een studieplan? Dat heb ik nou eigenlijk bij de intro al genoeg genoemd. Het is een studieplanning voor een geheel jaar. Ja, wat je dan straks vanaf mei moet opleveren. Omdat we het nou lopende het jaar doen, komen er nog andere maanden bij. En in feite is dat een specificatie van jouw studie per studiekwartaal. Normaal gesproken gebruiken we ook veel blokken, hè? Het woord blok. Blok 1 tot en met 4, hè, omdat je gewoon 4 weken, 4 blokken van 10 weken hebt. Maar dat is een beetje lastig, dat woord blokken, omdat we twee momenten instroom hebben. Hè. We hebben zowel september instroom als februari instroom. En normaal gesproken verstaan we onder blok 1 september, hè, dus de september instroom. Maar ja, voor de februari instroom, als die begint te tellen, die beginnen ook met 1 te nummeren. Dus voor hen is dat ook een blok 1. Dus gebruiken we liever het woord kwartaal. En de september, en normaal gesproken onderwijs in september begint, is dat kwartaal 1 en dat loopt dan door tot en met kwartaal 4. Maar dat is maar gewoon een aanduiding van een studieblok. Nou, en als we praten over die studielast, hè, als je dus nou een plan moet maken, en dat zijn eigenlijk 4 kwartalen modules die je gaat studeren, dan praten we inderdaad over die nominale studielast van 15 credits, want dat zijn er 60. En dat is, omvat eigenlijk 1600 zoveel uur. En als je dat deelt op die 40 uur dat je hier echt fysiek aanwezig bent, of met je studie bezig bent, is dat een 40-uurige werkweek. Dus op het moment dat je boven die 15 uitkomt, haal je echt veel meer werk op de hals. En dan is het ook meer dan een fulltime baan, bij wijze van spreken. Kun je die studieplan nog wijzigen? Want je zet het voor een heel jaar vast. Ja, maar dat heb ik eigenlijk aangegeven. Dus je maakt inderdaad een planning. Gegeven het curriculum, hè? Dus je gaat ervan uit van nou, ik kan nominaal 15 credits studeren, ik heb verder geen belemmeringen, ik ga niet meer doen, ik mik niet op meer, ik mik ook niet op minder, dus ik plan gewoon initieel 15 credits per kwartaal in. Je levert dat plan op, nou, en dat heb ik net al gezegd, als er onderweg iets fout gaat, hè, als je bijvoorbeeld nou niet zo goed kunt studeren, dat er externe omstandigheden zijn waardoor je niet zo goed kunt studeren, dan laat je modules weg. Als je gaande de weg erachter komt, ja, verrek, dit kan ik eigenlijk wel makkelijk aan. Ik zou best een extra module erbij willen doen. Of, vooruitkijkend, zou het verstandig zijn, omdat ik die module straks niet zo makkelijk kan inpassen in een ander kwartaal. Nou, dan overleg je dat met je studieloopbaanbegeleider. En dan motiveer je dat ook, dan onderbouw je dat ook waarom je dat doet. En dan is dat zeker te bespreken. Ik bedoel, we zitten hier niet om studenten af te remmen en je zo lang mogelijk op school te houden. Want dat is zeker niet ons belang. Wij zijn ook een bedrijf, en dat draait ook om geld. En om eerlijk te zijn, hoe sneller een student hier van school is, hoe voordeliger het voor ons is. Maar we moeten wel kwaliteit leveren. Hè. Het is geen kunst om de meerderheid van de studenten na 3 jaar met een diploma op straat te zetten. Als het diploma niks waard is, dan is deze opleiding binnen de kortste keer bestaat die niet meer. Ja, dus we zitten hier zeker niet om je lang op school te binden ofzo. Nou, wat heb je nou nodig om een studieplan op te kunnen stellen? Allereerst het curriculum. Hè. Elk jaar, het curriculum is eigenlijk alle vakken die de NID aanbiedt. En elk jaar kan dat anders zijn. En zeker bij een technische opleiding zoals de NID is, daar weet je nou alles van. Die hele Microsoft-omgeving, de Cisco-omgeving, nou, dat verandert in een razend tempo. Dus geen enkel
curriculum is hetzelfde. Elk jaar is er wel een verandering. Dus je moet altijd kijken naar het meest actuele curriculum. Dat draaien we dit jaar, daar zijn we ook aan gebonden. Dat staat ook in die koer, daar mogen we niet van afwijken. Als wij hebben vastgelegd dat we bijvoorbeeld een module client in blok 1 en blok 3 aanbieden, kunnen we niet lopende de rit zeggen, nou dat doen we even niet, want het komt ons niet goed uit. Dat kan niet, want dan zouden jullie ook niet kunnen plannen. Dus dat ligt vast. Nou, gegeven al die vakken die de NID verzorgt, dan moet je nog kijken naar aanbod. Want het is niet zo dat we elk kwartaal alle vakken aanbieden. Dat is verdeeld over twee kwartalen. Dus wat we nu aanbieden, dat bieden we het volgende kwartaal niet aan en andersom. Dus je moet wel kijken wanneer je wat kunt studeren. En dan, heel belangrijk, jouw examenprogramma. Iedereen heeft, ik weet niet of jullie al ver achter de propedeuse zitten of ver van de propedeuse af. Je begint met de propedeuse, dat is een examenprogramma. Maar op het moment dat je daar genoeg in gestudeerd hebt en je komt ook in de hoofdfase, dan krijg je dat examenprogramma ook. Dus uiteindelijk heeft iedereen twee examenprogramma's. Die examenprogramma's die kunnen best al wat ouder zijn. Als je hier bijvoorbeeld al 3 jaar aan het studeren bent, dan kunnen daar andere vakken in staan dan de vakken die we op dit moment verzorgen. Dus noem maar wat, vorig jaar hadden we nog een module CCNA 3 en een module CCNA 4. Per dit jaar hebben we dat samengevoegd tot 1 module, ook maar 3 credits, en er komt de ruimte voor een andere module. Vorig jaar bestond die nog niet, dit jaar is die er wel. Het kan zelfs voorkomen dat er modules zijn in jouw examenprogramma die we helemaal niet meer verzorgen. Nou, dan moet die module opgeruimd worden, of dan moet er een mouw aangepast worden. Nou, dat zijn zaken waar je wel rekening mee moet houden. Dus jouw examenprogramma's zijn ook heel erg van belang. En dan een ingangseisje. Je kunt wel een plan maken van nou, ik wil het komende kwartaal wil ik die en die en die modules gaan studeren. Moet je wel even kijken of het toegestaan is dat je aan die module deelneemt. We hebben niet veel modules met ingangseisen, maar je zult snappen als je in de propedeuse zit dat je het jaar erop niet kunt afstuderen. Afstuderen is het sluitstuk van de opleiding. Je mag pas aan het afstudeersemester beginnen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Nou, en zo is er een beperkt aantal modules, volgens mij stage ook. En je kunt, dacht ik, niet aan de stage beginnen op het moment dat je je propedeuse nog niet afgerond hebt. En bij bepaalde projecten, die ergens hoog in de semester zitten, hoog in de semester 6 en 7, dan moet je ook bepaalde modules verplicht gevolgd hebben. Dat heeft te maken met beschriftelijke communicatie, dat je iets van de rapportagetechnieken mee hebt gekregen. Of bij stage en afstuderen een voorbereiding praktijk, dat is een nieuwe module. Die bereik je inderdaad voor op de praktijk, de naam van de module zegt dat al. En die module is verplicht dat je die gedaan hebt voordat je op stage of afstudeer gaat. Nou, dat zijn de enige modules waar ingangseisen aan gekoppeld zijn. Voor de rest zijn er nog wel aanbevelingen. Het is ook niet handig als je een hele technische leerlijn hebt. Dat is wel de bedoeling dat je bij de beginmodule start en dat elk blok opbouwt. En dat je niet meteen een sprong maakt naar de allerlaatste modules, want dan heb je gewoon eigenlijk je voorkennis niet. Dus de gewenste voorkennis staat bij elke module, maar dat is niet echt een ingangseis. We zitten eigenlijk met vakken die nieuw zijn in de propedeuse fase. En als je die zou gaan voor, en je hebt die benen niet, waar komen die credits dan bij? Komen die dan in de post-propedeuse fase of komen die dan... Nou ja, wacht even. Als die module niet in jouw examenprogramma staat, en als je praat over de propedeuse, is het niet verstandig om die module te gaan doen. Dat komt daar in de presentatie ook nog. Dus je moet sowieso zorgen dat je het accent op de propedeuse legt. Want tijdens de propedeuse... is Bas nog in beeld. Hè? Bas betekent binnen een afwijzend studieadvies. Je moet je propedeuse binnen 2 jaar gehaald hebben, anders is het einde verhaal, tenzij dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Dus als er nu in een nieuwe propedeuse examenprogramma een module zit die niet in jouw propedeuse examenprogramma zit, en je zou toch aan die module willen deelnemen, omdat je dat interessant vindt, en we hebben die niet voor niks opgenomen, dan kan dat, maar dan komt die bijvoorbeeld terecht in die vrije studieruimte. Die 15 credits waar ik het over had, die met die minoren. En noemen we die wireless module, die is inderdaad nieuw. Nou, een aantal van jullie zal die misschien helemaal niet in een examenprogramma hebben zitten. Als je die toch wilt hebben, pak je hem als keuzemodule en dan komt hij in je keuzeruimte te staan. Ja? Maar de examenprogramma's zoals je die hebt, die zijn bindend. Hè? Dus alles wat daar als verplicht element wordt aangemerkt, die moet je echt doen. Daar kun je niks in kiezen. Hè? Je kunt niet zeggen van nou, ik vind dit vak niet zo leuk, ik vuil dat liever om voor een ander vak. Dat kan dus nooit. Ja, dat kan alleen, keuzes heb je alleen in die vrije studieruimte. Daar kun je voor 15 credits kiezen wat je aantrekkelijk vindt en wat dan eigenlijk past bij jouw affiniteiten of wat je verder je in wilt ontwikkelen. Ja, dus dit zijn de documenten die je nodig hebt. Nou, waar kun je nu allemaal vinden?
Is dat verplicht hier om het allemaal te lezen? Ja goed, je hoeft niet allemaal letterlijk te kunnen lezen, als je weet waar het staat. Hè? Ja, dus dit is allemaal info net. Hè? Nou, als je kijkt bij faculteiten, hè, en dan HEAL, en dan ICT, en dan NID, nou, dan kom je ergens bij curriculumoverzicht uit. En hier zie je ook die curricula van de jaren. Die zijn allemaal niet meer interessant, dat is gewoon historie. Hè? Dat bewaren we wel om op terug te kunnen vallen. Maar voor jullie is dat helemaal niet interessant. Het enige wat interessant is, is het curriculum dat op dit moment draait. Want dat zijn de modules die verzorgd worden. Dus dat is gewoon 12, 13. Nou, kun je gewoon downloaden, dat is gewoon een pdfje. Verandert ook het hele jaar niet, hè? Want dat mag niet, want dit ligt in de oer vast. Nou, dit is het curriculum. Ik kan me voorstellen dat je dat niet helemaal kunt lezen. Maar het gaat erom dat je weet waar het document staat. En op het moment dat je je studieplan opgesteld bent, dat je dit document dan wel voor ogen hebt. Want dit is een heel belangrijk document. Hè? Dat begint bovenaan 1a in de propedeuse. Eerste kwartaal, en dat eindigt hier in semester 8, hè, zeg maar het vierde jaar, afstuderen. En dat is gecombineerd AB, dus kwartaal 1 en 2, want dat duurt een half jaar. Nou, het is heel belangrijk dat je bij het opstellen van je studieplan, dat je van boven naar beneden werkt. En dat je zoveel mogelijk kiest wat op één lijn staat. Hè. Want elk balkje hier, dat stelt gewoon één kwartaal voor en dat stelt ook 15 credits voor. Dus een ideale student die met geen vrijstellingen binnenkomt en alles haalt, dus geeft een vakken naar liggen, die kan altijd precies één zijn kwartaal kiezen. Hè? Dus die bijvoorbeeld nou in 4a terecht komt, gaat volgende keer gaat die Virtua doen, gaat die CCP3 doen, gaat die ICT-recht doen en gaat die onderzoeksvaardigheden doen. Dit zijn 3 credits, dat zijn 3, dat is 3, dit zijn er 6, samen zijn dat 15. En als hij die klaar heeft, dan is er ook helemaal geen twijfel mogelijk. De volgende keer gaat hij gewoon deze 15 credits doen. He, dit zijn er 15, dit zijn er 15, dit zijn er 13 omdat het een stage is. En dit zijn er ook 13 omdat het afstuderen is. Dus per regel of per blokje, horizontaal, staan er altijd 15 credits uit. Behalve stage afstuderen omdat dat halve jaren zijn. En het is heel belangrijk dat je keuzes maakt. Zoveel mogelijk op één regel. Want je snapt wel, hè, als je in de propedeuse zit, hier, en dan wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan deze vakken. En de roostermaker, die houdt daar rekening mee. Die zal er altijd voor zorgen dat vakken die passen binnen één kwartaal, dat die nooit overlappend in de rooster komen. He, je kunt altijd dan en de client, en CCNA1, en die andere vakken, kun je deelnemen. Maar als je nou bijvoorbeeld hier wat gaat kiezen, en je zou hier wat kiezen, en je zou hier wat kiezen. Je kiest gewoon 15 credits random, waarbij je denkt van nou, dat vind ik wel leuk, een leuke combinatie. Dan loop je tegen hele grote problemen aan, omdat het kan nooit zo zijn hè, dat al deze vakken die je hier ziet, en dat die over de hele les weet, dat die niet overlappend verroosterd zijn. Dat kan gewoon niet. Zoveel momenten in de week hebben we gewoon niet. Dus er zitten altijd overlappingen in. En erger misschien nog, voor het contactonderwijs maakt dat misschien niet zoveel uit, omdat je die aanwezigheidsplicht niet altijd hebt, of vrijwel nooit hebt. Maar in tentamenroosters is dat ook zo. De roostermaker die de tentamens samenstelt, die zal er zeker niet naar streven dat client niet overlappend is met virtua of zo. Want dat is een propedeuse vak. Nou, dit is een einde, hier zit je al in een tweede jaar. Die afstand tussen client en virtua die is zo groot, we gaan er eigenlijk vanuit dat niemand aan virtua deelneemt die client niet heeft gehad. En dus er zit gewoon overlap in roosters op het moment dat die modules heel ver in het studieplan uit elkaar liggen. Dus op het moment dat je straks 15 credits gaat kiezen, zorg dan dat je modules kiest die heel dicht bij elkaar liggen. En dan voorkom je gewoon problemen. Sowieso hebben ze een samenhang, want die modules die staan niet voor niks. Op één rij, hè, want dat is de samenhang. En ze bouwen vaak voor op kennis uit voorgaande modules. Hè. Dus als je er een aantal overslaat, als je gewoon ergens dan hier begint en je pakt dan ineens een module hier, ja, dan voldoe je waarschijnlijk niet aan die gewenste voorkennis. Het is niet een ingangseis, maar hier wordt wel voorkennis verwacht die je opgebouwd hebt uit de modules eerder. Hè. Dus er zijn heel veel redenen om ervoor te kiezen, om modules te kiezen op één regel. En als het dan verticaal moet, hè, als het over meerdere kwartalen moet, dat dat in ieder geval zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. Daar kom je echt problemen mee. Dus dat zijn criteria die je moet hanteren om tot dat studieplan te komen. Nou, dit is de Mario, zoals dat heet. Hè, dus hier
Hier zitten niet de modules in die de specialisaties vormen. Dat zijn deze twee overzichten. Dus we hebben 4 jaren, 8 semesters zijn dat, 8,5 jaren. En de semester 6 en 7, dat noemen we de specialisaties. Je kunt kiezen tussen NDS, Network Design and Security, of NFR, Network Forensic Research. En dan krijg je ook wel een voorlichtingspresentatie over wat nou dat precies de verschillen zijn. En hier geldt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dat zijn ook weer kwartalen. En binnen 1 kwartaal heb je gewoon weer een studielast van 15 credits. Nou, probeer die zoveel mogelijk op te nemen binnen 1 kwartaal, want vanwege die onderlinge samenhang. En als dat niet lukt, hè, want dat, de studenten die vrijstellingen meebrengen vanuit de vooropleiding, die worden altijd mee geconfronteerd. Hè. Op het moment dat je vrijstelling hebt, moet je iets anders daarvoor in de plaats zetten. En dat is altijd een module uit het hoger kwartaal. Hè, dat is duidelijk. Maar streef er altijd naar dat die verticale afstand zo klein mogelijk is. Dan voorkom je gewoon een probleem. Ja, dus dit is wat we in huis hebben. Hè. Dus hier kun je komend jaar uit kiezen. Nou, dat is nog de vraag, wanneer bieden we dat aan? Het is niet zo dat elke module elk kwartaal aangeboden wordt, want dat zou een beetje aanspoorbaar zijn. Daar is ook een documentje van, dat vind je op Infonet. Nou, en dat is dit overzicht eigenlijk. Ik weet niet of je kunt lezen, maar bijvoorbeeld hier, CCNA 2, pak ik er even uit. Routertechnologie, wanneer wordt dat nou aangeboden? In blok 2 en in blok 4. Dus iemand die nou routertechnologie, maar dat zal wel niet, heeft iedereen wel gehad, hè. Kunnen we misschien een andere plakken, CCNP2, switch, technische module uit de Cisco-deellijn, CCNP2 switch, dat wordt in blok 2 en in blok 4 aangeboden. Dus je zou nou, als je daar aan toe bent, en dan moet je dus weer kijken naar dit verhaal, hè, want waar staat CCNP2? Nou, ergens, hier staat CCNP2. Dus als je inderdaad met je studie rond deze dit blok leeft, ja, dan kun je inderdaad voor CCNP2 kiezen. Maar als je daar boven nog ergens bent, hè, dus je bent nog niet zo lang met die studie bezig, dan moet je geen CCNP2 kiezen. Dus alle modules worden op dit moment 2 keer per jaar aangeboden, dus kwartaal 1, kwartaal 3, of kwartaal 2, kwartaal 4. Incidenteel bieden we het vaker aan, of nou, afstuderen zie je, kun je altijd aan beginnen. Op het moment dat je aan de ingangseis voldoet, mag je gewoon beginnen met afstuderen. Dan gaan we niet zeggen van ja, dan wacht maar tot het volgende kwartaal en dan mag je beginnen met afstuderen. Dat zou zonde van de tijd zijn. En we hebben ook wat veranderd aan het curriculum. We hebben wat geschoven en daardoor verwachten we dat er soms heel veel studenten of soms weinig studenten komen op die module. Dat zie je bijvoorbeeld bij CCDA. Dat bieden we dit jaar elk blok aan, maar dat is incidenteel. Dat zal volgend jaar niet zo zijn. Want het uitgangspunt is dat we al het onderwijs 2 keer per jaar aanbieden en zeker niet vaker. Ja. Als we een reden voor hebben om dat wel te doen, dan doen we dat en dat zie je ook. Ja, dus vanmiddag moet je een studieplannetje aanleveren bij Janine Schmeijts. En dat kunnen natuurlijk alleen maar modules zijn die aangeboden worden tijdens blok 2 of kwartaal 2. Dat is duidelijk, hè. Bezem is een heel ander verhaal. Ik weet niet of dat voor jullie van toepassing is. Bezemen, dat zijn modules die we vorig jaar in het curriculum hadden. Op dit moment niet meer. Dus dat wordt het onderwijs wordt helemaal niet meer verzorgd. Maar als je daar inspanning voor geleverd hebt, als je dus hier eens daar een 4 of een 5 hebt staan, dan moet je even een document kijken, ik weet niet precies wat het criterium is. Als je daar een 4 of een 5 voor hebt staan, dan kom je in aanmerking voor een zogenaamde bezemactie. En dat betekent dat je die module nog mag afronden. Wordt niet meer verzorgd of zo, er is geen onderwijs meer voor. Maar je wordt wel nog in de gelegenheid gesteld om van dat cijfer wat je hebt staan, want er moet wel een cijfer staan, want anders kom je niet van aanmerking, om daar een 6 van te maken. Je mag ook zeggen van nou, ik vond dat helemaal geen fijn vak. En ik doe dat liever niet. Haal het maar uit mijn examenprogramma en geef me daar maar een ander vak voor. Dat mag ook. Maar dat is gecommuniceerd. Dus. Ja, jij hebt een vraag. Moet je dan nog wel inschrijven dan? Volgens dat stuurplan? Want ik heb in kwartaal 4 vorig jaar heb ik dus PRNet gevolgd. Ja. Daar heb ik dus 1 onvoldoende voor gehaald. Ja. De rest van mijn project heb ik dus wel voldoende ingeleverd. Nou, dan moet ik me dan wel of niet in gaan schrijven voor dat vak? Nou, je moet niet gegeven wordt. Ja, maar je moet kijken. Nou, PRNet is vergelijkbaar met PR-manen. Dus ik weet dat het criterium is dat als iemand zich meldt voor PRNet, dat hij dan eigenlijk met PR-manen meeloopt. En zo zijn credits kan verdienen.
Maar ik weet niet wat jij nou zegt van luister, ik had al die projecten op één na voldoende. Dus jij verwacht misschien dat je alleen maar dat ene project hoeft te herkansen. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Dan moet je, dat doe ik maar kijken. Want wat ik ervan weet, is dat die module, want die onderliggende informatie, hè, die is niet zichtbaar in Osiris. En het is niet de bedoeling dat informatie waar docenten over beschikken, dat onderling uitgewisseld wordt. Dus het kan best zijn dat alleen de optie is van nou doe maar heel per maand opnieuw dan. Maar in welk document gaan we dat opgevoerd? In een bezem document? Ja, en dat staat op staat NED portaal. Oké, want dat heb ik nou zitten zoeken, maar dat heb ik dus niet kunnen vinden. Gaan in NED portaal Maar daar is dus, daar hebben we vorig jaar, vorig studiejaar, in mei zijn er twee presentaties over geweest. En jullie hebben ook een mail van gehad en ook dat die spullen op Blackboard staan. Dus daar moet je een terug nemen. Ja? Goed. Nou, je weet nou wat de NED dit jaar te bieden heeft aan vakken, zeg maar even, op het gemak. Je weet nou ook wanneer ze aangeboden worden. Maar dat moet natuurlijk wel allemaal gemapt kunnen worden op de examenprogramma's die jij hebt. Hè? Want die kunnen altijd ouder zijn. En die hoeven niet per se meteen overeen te komen met het aanbod dat we nu hebben. Nou, dit is een uitshot van Osiris van een student en je ziet dat hij inderdaad al twee examenprogramma's heeft. Die heeft hier een propedeuse examenprogramma en die heeft een hoofdfase examenprogramma. Nou, op termijn moeten jullie die ook alle twee hebben. Hè? En dit staat nou op het hoofdfase examenprogramma. Hij moet dat 180 credits halen, heeft er nog niks gehaald. Nou, kijk in Osiris en dan kun je dit overzicht krijgen. Dan zie je dus alle modules die onderdeel uitmaken van jouw examenprogramma. Deze modules zul je allemaal met een voldoende moeten afronden om uiteindelijk voor dat diploma in aanmerking te komen. Zolang hier credits tussen haakjes staan, heb je die credits nog niet verdiend. Ja, dus heb je dan minder dan nul. Daarom stond op de vorige slide bij de student niet nul credits, want die heeft nog geen enkele module gehaald. Op het moment dat je ze haalt, komt dat cijfer te staan, de datum, en dan worden die credits toegekend. Ja? Overal waar je geen credits hebt, die moet je nog doen en daar moet je dus, die moet je opnemen in je studieplan. Nou, je ziet hier ook, je zegt is ingeschreven voor blok 1 door een aantal minuten. En uiteindelijk komt dat straks voor blok 2 op te staan. Nou, maar nou is gewoon de bedoeling om gegeven wat je nog moet. Bij deze student is dat wel makkelijk, je moet nog alles, dus dat is niet zo moeilijk om daar een studieplan voor te maken. Maar gegeven jouw examenprogramma en wat je nog moet. En dus moet je gewoon even omcirkelen van wat moet ik nog allemaal? Hoe past dat in het huidige curriculum? He, dus wat ik zei van, ik kies nou zoveel mogelijk wat binnen één balletje, wat binnen één kwartaal ligt. En als dat niet kan, en je moet verticaal, zorg dat het zo dicht mogelijk bij elkaar ligt om overlap te voorkomen. Hoe kan ik nou de nominale studielast van 15 credits per kwartaal realiseren? Dat is gewoon mijn studieplan. En dat leren we je, dus het komende blok leren we je vanmiddag in bij je studie. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan wel nog even kijken naar de ingangseisen. We hebben het hier over gehad. Hè? Ja, dat komt nu. Dus we hebben jouw examenprogramma nou ook gezien. Dus je ziet welke vak je nog moet doen. Je weet wanneer het aangeboden wordt en dat nog aangeboden wordt. Dan moet je nog kijken van ja, mag ik er wel aan deelnemen. Hè? Want het is vervelend als je een studieplan maakt en je plant allerlei modules. En je komt er dan ineens achter die lessen beginnen. En die docent zegt van ja, hallo, ik mag helemaal niet deelnemen, want. En dan komt het verhaal. Nou, dat vind je in het toetsboek. En dat is op dit moment nog niet echt een boek, maar een verzameling van losse Word-documentjes, maar dat maakt verder niet uit als de informatie maar beschikbaar is. Nou, dan heb ik even een voor de hand liggende gepakt, want daar hebben we nog niet zoveel over gedaan. Hè? Stage, afstuderen en iets van projecten, dat, daar zitten ingangseisen aan. Nou, dit is bijvoorbeeld de toetsparagraaf van de module afstuderen. Nou, allerlaatste module, half jaar zit je in het bedrijfsleven en laat je zien dat je inderdaad een echte HBO bent. Hè? Dat je een stevige klus kunt uitvoeren, hè, op een professionele manier. Nou, wil je kunnen inschrijven voor afstuderen, ja, of opnemen in je studieplan, dan moet je bijvoorbeeld je P hebben, ja, dat is wel logisch, hè. Je moet even kijken, voor competentiemanagement 2 moet je bepaalde onderdelen opgeleverd hebben. Je moet de module voorpak, voorbereiding praktijk, en stage afstuderen heeft dat mee te maken, moet je uitgevoerd hebben. Je moet de stage uitgevoerd hebben.
Nou, dat zijn specifieke modules die je afgerond moet hebben. En daarnaast moet je minstens 147 credits in je hoofdfase-examenprogramma bestaan. Nou, afstuderen is 30 credits in totaal. Ja, 27. Dus je mag eigenlijk 6 credits tijdens je afstuderen meenemen. Nou, dus het is niet zo dat je echt alles hier op zout gehaald moet hebben voordat je mag gaan afstuderen, want dat zou ook weer een vertraging kunnen opleveren. Trouwens, die vertraging kun je ook heel goed in beeld brengen op het moment dat je dat studieplan uittekent. En dan weet je ook van welke modules je in welke kwartaal je kunt doen. En dan zie je ook wat je overhoudt op het moment dat je dat afstuderen in beeld komt. Hè? Als je dan bijvoorbeeld meer dan 6 overhoudt, ja, dan moet je misschien wel ergens op een bepaalde plaats voor 16 of voor 21 credits gaan studeren. Want anders kom je op het eind niet uit. Nou, en dat kun je heel goed met je studieloopbaanbegeleider dan bespreken. Dan kun je goed beargumenteren waarom je dat wil. Ja, want straks blijft er ergens één module over. Dat doe je niet aan deze eisen. Nou, dat zou zuur zijn als je daar een heel blok op moet gaan wachten. Je kunt weer ontheffingen aanvragen bij de examencommissie, maar dat moet je in ieder geval niet doen. Ja, want al die modules die je tijdens je afstuderen meeneemt, ja, dus dat je eigenlijk niet klaar bent, ja, die moet je wel inpassen. Dat is ook niet zo fijn. Want dan is een afstudeerverwachting best zwaar over het algemeen. Daar moet je eigenlijk fulltime op kunnen richten. En als je dan nog 2-3 vakken dat je erbij moet doen naast dat afstuderen, dat is niet prettig. Nou, dit is dan eigenlijk alle informatie die je, alle documenten en alle informatie die je nodig hebt om het studieplan op te stellen. Ja, nou, dan kom je eigenlijk, wat is nou je aanpak? Hoe doe je dat nou? Heb ik ook al aangegeven, kies nou eerst die propedeuse, ja, want dat is heel erg belangrijk. Je moet het eerste jaar 47 credits hebben, nee 48 hè. Eerste jaar moet je 48 credits hebben, tweede jaar moet je je P binnen hebben. Als dat niet zo is, jammer dan hè, dan hangt Bas boven je hoofd. Tenzij daar een goede reden voor zijn omdat, waarom je dat niet hebt kunnen realiseren. Nou, kies zoveel mogelijk binnen één kwartaal. Dat is net wat ik al een paar keer genoemd heb. Hè. Dus alle vakken die in één regel staan, of in één kwartaal staan, kies die zoveel mogelijk. Want die hebben onderling een samenhang en die horen gewoon in dat studieblok thuis. En als dat niet kan, kies dan twee op één volgende blokken. Hè. Daarvoor of erna. Nou, weet ik niet waarom ik dit nou zo gedaan, want hier zou eigenlijk een derde bij moeten staan. Ja, want het is, oh nee, sorry, want dit is een B-blok en dit is een A-blok. Dus als je nou niet alle modules hieruit kunt kiezen, als dat geen studieplaats van 15 oplevert, ja, dan kijk je gewoon naar een aanbod van het eerstvolgende kwartaal dat op dat moment ook aangeboden wordt. En dat is dan bijvoorbeeld deze. Dus deze combinatie, of de combinatie van die met daarboven, dat verdient zeker de voorkeur. Niet helemaal die ondergangs, want dat is gewoon technisch veel lastig. Nou, en gaat het uit van 15 credits, want daar hebben we weer opmerkingen over gehad. Van ja, maar ik wil graag meer dan 15 credits. Nou, nogmaals, we blokkeren dat niet. Maar je moet wel goed kunnen beargumenteren waarom je dat doet. En als je zegt van, nou ja goed, ik kan makkelijk door die opleiding heen en ik studeer altijd meer dan 15 credits, dan moet dat ook wel blijken uit dossiers. Staat precies in wat je per blok of per kwartaal van zijn bakken hebt. Nou, en als dat kan, dan is er helemaal niks mis mee. Ja, dus kies 15 credits, niet meer, tenzij, en dan komt er een goed verhaal van jouw kant. Nou, en dat zie je, ja, ik heb begrepen dat Janine daar bepaalde documentjes van heeft laten zien, maar in feite ziet het er zo uit, hè? Dus hier in kwartaal 1, daar leven we nou in, daar heb ik even niet naar gekeken. Je maakt nou een plannetje voor kwartaal 2. Nou, bij voorkeur alles uit één blok. Dan heb je gewoon een willekeurig kwartaal, heb ik maar gepakt. En dat zijn dan de modules uit dit kwartaal. En dit is dan net het kwartaal vlak voor een stage. En dan zou je inderdaad in de kwartalen 3 en 4, dus zeg maar het voorjaar, vanaf februari, zou je naar een stage kunnen gaan. Nou, en elk ander studieplan is natuurlijk ook denkbaar. Net waar je in je studiefase zit en wat je nog niet gedaan hebt. Dus dan moet je gewoon even gaan puzzelen. Je moet eigenlijk die documenten naast elkaar leggen. Wat heeft de NID op dit moment te bieden? Wat gaan ze nou komend kwartaal aanbieden? Wat moet ik daar nog van uit mijn examenprogramma? En dan ga je die omcirkelen. En dan kies je 15 credits, nominaal. Nou, die leer je in. That's it. Ingewikkeld is het niet. En dan voor februari en verder, dus de rest van het studiejaar, dan mag je op een later tijdstip aanbieden, maar we hebben deze informatie snel nodig
omdat over 5 weken, ja, het tweede kwartaal op de start gaat. Dus die roostermaker die moet aan de gang, we moeten docenten koppelen aan die modules. Dus dit is urgent, kwartaal 2. En wat die andere kwartalen, dat mag iets langer. Nou, dat is het eigenlijk. Ingewikkeld is het niet. Ik heb je nou laten zien welke documenten je allemaal nodig hebt, hoe het werkt, wat de beste aanpak is, denk ik. Zijn daar nog vragen voor? Wel een opmerking misschien. Ja. Ja, al die documenten staan allemaal verspreid, maar al die documenten hebben toch een relatie met elkaar. Dus ja, misschien een opmerking voor volgende jaren. Dus misschien makkelijk om alles in één document samen te voegen. Kan je minder fouten maken, hoef je niet ver te zoeken. Want alles staat verspreid. Want wat wij gewend zijn, tegenwoordig heb je gewoon systemen wat relaties met elkaar kunnen binden, dat je alles aan elkaar kan koppelen, dat je een mooi overzicht krijgt. Bijvoorbeeld in een Siris. Ja. Dat er wel wenselijk is voor iedereen. Ja, nou in ieder geval, er zijn een aantal zaken die nu facultair aangepakt worden. Ik weet niet of je het weet, maar de opleiding, alle opleidingen van de faculteit zijn nu per september hier in de hele huisvest. En de bedoeling is om zaken ook veel meer facultair te gaan regelen. Het verleden was eigenlijk per opleiding, hè. Iedereen moet dat eigenlijk doorvoeren binnen de opleiding, zeg maar. En alles wat gemeenschappelijk kan, en zeker met documentenstructuren en vaak is het ook om opleidingsoverstijgend en dan moet je wel naar een uniforme aanpak. En daar is het inderdaad wel een hele goede van. Ik heb dat bij de vorige presentatie ook gehoord, dat inderdaad... Kijk, wij weten wel overal waar het staat, maar voor jullie moet dat helemaal niet zo duidelijk zijn. En dat inderdaad, dat versnipperd staan van allerlei documenten, dat een aandachtspunt is. Ik neem dat hier wel zeker mee. Deze presentatie, meneer, kun je op internet ook terugvinden? Of als je iets op terug moet kijken, kun je kijken naar... Ik zal hem op portaal en idee zetten. Dus dat is een... ja, dan krijg je dat weer. Hè. Infonet is anders dan portaal en idee. Portaal en idee staat inderdaad ook met bezig document. Ik zal in ieder geval eens met degene die documenten allemaal beheert, eens even opnemen wat we daar best te weten. Dus de informatiewereld om alles op één plek te zetten, ja. Niet gespreid in ieder geval. Misschien is het ook makkelijk voor de mensen van deze om even een mail rond te sturen voor die informatie. Ja. Hoe bedoel je? Deze PowerPoint? Dat de bestand op het portaal staat. Ja, ja. Ja. Andere vragen. Dus jullie realiseren je nou wel dat je voor 4 uur, niet ingewikkeld te zijn, dat je in ieder geval een mailtje moet sturen naar Janine Schmeijs, voorzitter van de examencommissie, met daarop een studieplannetje, of eigenlijk gewoon een keuze uit de modules die we het komend kwartaal gaan aanbieden, met een nominale omvang van 15.000. Dat is eigenlijk wat nou concreet van jullie verwacht wordt. Nou, mooi. Dank voor jullie komst en succes van mij.